Hallo iedereen en welkom bij het Weer Podcast. Het is zondag 28 mei, welkom. Vannacht is het meestal vrijwel helder. Aan het eind van de nacht wordt er mogelijk wat nevel, mist of lage bewolking gevormd in de Ardennen. Over het uiterste westen kunnen er ook wat lage wolkenvelden binnendrijven, vanaf de Noordzee. Het kweek daalt naar het waarde tussen 6 graden op de hoogste toppen, 9 of 10 graden in het centrum en 13 graden in het uiterste zuiden. De wind waait zwak tot meestal matig in het binnenland uit noordoost. Aan zee ruimtevrij krachtige tot lokaal krachtige wind uit noordoost of noordoost. En zijn windstoten mogelijk tot 50 km per uur. Maandag start in vele streken zonnig, maar al snel drijft er hoge bewolking binnen vanaf het noorden. In de loop van de namiddag ontstaat er wat stapelbewolking, vooral dan op de Ardense relief. Het wordt iets minder warm bij maxima van 14 of 15 graden aan zee, 17 tot 19 graden in het centrum en 22 graden in Belgisch Lotharingen. De noordoostenwind blijft matig waaien in het binnenland en vrij krachtig tot soms krachtig aan zee. Daar zijn er ook rukwinden mogelijk, tot iets boven 50 km per uur. Maandagavond en tijdens de nacht erop wordt het opnieuw meestal helder. Aan het eind van de nacht verwachten wij in sommige streken lage wolken, die vanaf de kust en het noorden binnenschuift. De minima liggen tussen 3 en 10 graden. De noordoostenwind waait matig in het binnenland. Aan zee wordt de noordoostenwind matig tot vrij krachtig. Dinsdag hangen er eerst lage wolkenvelden over het noorden en westen het land. Maar ten zuiden van Samber en Maas blijft het meestal zonnig. In de loop van de dag komen er over het noorden opnieuw opklaringen. De maxima liggen tussen 14 graden aan zee, rond 19 of 20 graden in het centrum en tot 21 graden in Lotharingen. De wind waait matig aan zee, vrij krachtig uit het noordoosten. Woensdag wordt opnieuw zonnig met slechts enkele hoge wolkensluiers. Het is opnieuw warmer met maxima op veel plaatsen rond 24 graden aan zee, rond 18 graden en 19 à 21 graden in de Ardennen. De wind waait matig aan zee vrij krachtig uit oost tot noordoost. Donderdag wordt het zonnig met maxima op veel plaatsen rond 15 graden aan zee, 22 graden in het centrum en tot 52 in Lotharingen. De wind waait matig aan zee vrij krachtig uit noorden tot noordoosten. En vrijdag wordt het opnieuw zonnig na het snel oplossen van het plaatselijke ochtendgrijs door en naar het noorden krimpende wind wordt wat koelere lucht aangevoerd, waardoor het niet warmer wordt dan 18 à 19 graden in het centrum. Zo mensen, dat was het meer weer via de GVR-podcast en tot de volgende.